Dat is toch ook altijd een sprong in een diep, want je weet nooit helemaal waar je aan begint. Ik heb gisteren voor het laatst gedanst. En wel in de keuken op... Wat was dat? Oh, wat erg. Salsa muziek op. Hele oude salsa muziek. Voor het laatst een miskoop gedaan. Dus even denken, wat heb ik nou echt voor miskoop gedaan? Ja, misschien een soort bloemetjesjurk waarin ik toch wel heel dik ben. Ik was met vrienden een weekend in Italië afgelopen weekend en iedereen bleef daar. En toen ging ik in mijn eentje met een taxi naar het vliegveld en dat vond ik echt wel heel rot en jammer dat ik wegging. Maar ja, dat is natuurlijk niet eigenlijk heel erg dat je denkt, Jezus mens, als dat je grootste probleem is. Ik weet niet zo goed of ik goed alleen kan zijn, want ik ben nooit alleen. Ik ben altijd of met mijn kinderen of aan het werk. Ja, ik heb niet zo heel veel dat een hele avond heel romantisch is, want ik heb twee kinderen en dan zijn die er ook altijd bij. Maar ik zit wel even, ik heb een vijvertje met waterlelies en er zijn allemaal kikkers en kikkervisjes en zo. En dan zit ik wel eens met mijn liefde op het bankje bij dat vijvertje en dan hebben we een glaasje wijn en dan zitten we heel dom naar dat vijvertje te kijken. Maar dat voelt heel romantisch, want dan hebben we zo'n soort groen prieeltje om ons heen van allemaal plantjes en bij die vijver, dat is wel heel romantisch. Maar dat doen we dus ook wel bijna elke avond. Ik maak de hele dag door, doe ik dingen die niet zo slim zijn. Dus dat is bij mij eigenlijk net zoiets als ademhalen, blunders maken. Nou, ik vond de persdag heel spannend waar ik nu ben. En toen dacht ik, kom op Lies, gewoon even er naartoe.